Dus, de nieuwe Nokta Macro Triple Score. En het nieuwe is er vanaf. Ik heb hem net binnengekregen, dus ik kan niet zo heel veel zeggen natuurlijk. Ik kan wel wat zeggen, maar laat ik eerst gewoon maar eens even lekker uitproberen. En ik kon natuurlijk niet wachten, dus ik kwam uit mijn werk. Ik pakte de metaaldetector uit de doos, even gauw in elkaar gezet. En ik ga nou gewoon eerst eens even lekker hier een beetje zoeken. Kijken wat hij doet, kijken wat, hoe die reageert. Hoe snel die is of hoe langzaam die kan. Er zit de bottle cap rejection op, kijken of dat wat doet. Gewoon even lekker voor mezelf uitproberen. Ik begin altijd met de lengte. Hij is iets te kort, dus hij mag nog ietsje langer. Dat is een mooie lengte. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Ik zal op een stapje achteruit zetten. Als je gewoon rechtop staat en je hebt hem in je handen, raakt hij de grond. Kan je daarna gewoon ietsje omhoog en lekker zwaaien. En ik ga hem even aanzetten. Je hebt park, field, beach en relic mode. Ik heb ground balance gedaan. Ik heb hem op park staan. Ik heb eigenlijk niets veranderd, alleen bottle cap reaction, die stond op 0 en die heb ik op 3 gezet. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan. Het is altijd even wennen als je een nieuwe metaaldetector hebt. Je moet de geluidjes weer even opnieuw eigen maken. En ik liep net op 2 toon. En ik merkte dat ik het toch prettiger vind om op 3 toon te lopen. Want je hebt hier heel veel rommel in de grond zitten. Allemaal kapot gemaaide blikjes en stukjes aluminiumfolie. Dus het is gewoon fijn om die derde toon erbij te hebben. En helaas, die derde toon die ik heb toegevoegd, komt niet zoveel voor hier. Er zit een beetje een knispertje doorheen. Maar ja, wie weet. Wat is dit nou toch weer? Nou, een soort vogelring. En dan ineens had ik een... prachtig signaal, maar een beetje krakerig. En ik zal jullie uitleggen waarom. Het muntje staat op zijn kant. Helemaal rechtop. Maar het is wel een muntje. Een stuivertje. Hoe leuk is dat? Uit welk jaar komt die? 1987. Ja, 1987. Knoop. En niet eens een mooie knoop ook. Gewoon een knoop. Pua, 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 pua. Ik kan niet altijd geluk hebben, hè?
Jawel. Hij heeft wel een hoop geleden. Maar het is 10 centjes. Nou, is een nop. Nop van een voetbalschoen. Nou, ik had hier weer een leuk signaal. Strak 34. Dus ik ga weer even graven. En ik snap heus wel dat deze video misschien voor jullie een beetje... Ja, ik weet het niet. Ik vertel niet zoveel. Maar de reden dat ik niet zoveel vertel is omdat ik zelf ook nog niet zoveel weet. Dus ik ga altijd eerst even zoeken en even testen thuis en even een beetje inlezen en een beetje rommelen ermee voordat ik echt er wat over ga zeggen. Dus nu ben ik echt gewoon een beetje aan het rommelen. En het is een muntje, maar nee, het is een tendring. Ja. Ook rond, dat dan weer wel. Ook rond. Ik heb hem een beetje dichtgeknepen, zodat je niet alles hoort. Zevenendertig. Nog in het gootje. Zit het zoveel dieper? Nee. Ach. Brouwersbier. Dat neemt je in de maling. Kijk. Het is weer zo eentje die zo een beetje springt. En dat kan ik wel laten zien. Omdat hij op zijn kant ligt. Dit is al de tweede keer vandaag. Let op als ik hem plat leg. Zo, plat. Dan verspringt hij niet. Ik hoef mijn pinpointer niet te pakken. Kijk, dan wordt hier niet alleen gevoetbald, maar... Je ziet hier ook altijd vrouwen aan deze strook, die doen aan yoga. Dus die leggen plat op de grond allerlei oefeningen te doen. Nou weet ik niet of ze veel zakken in die gympakjes hebben, maar die is eruit gevallen. Alle krummeltjes bij elkaar. Oh, deze ligt er wel al een tijdje hoor.
beetje een vaag signaal. Maar goed, het is mijn laatste. Als ik deze uitgegraven heb, dan ga ik lekker naar huis. Dan heb ik in ieder geval een eerste indruk gehad. En dan gaan we daar vanuit verder bouwen. Echt? Nee, toch. Een heel klein friemelfrummeltje. Waarschijnlijk zie je het niet eens op camera. Maar goed, dat was wel mijn laatste vondst. Het zonnetje gaat onder. Ik ga lekker een kopje koffie drinken thuis. En vanuit daar gaan we verder bouwen. Mijn eerste indruk... Het is best wel een felle rakker. En het leuke is, de trippelscore is degene uit de scoreserie. Want je hebt de score, de dubbelscore en de trippelscore. En de trippelscore is degene met de meeste opties. En dat is juist wel lekker, want alles wat ik dan vertel geldt ook voor die anderen, tenzij het er niet op zit. Dus dat is eigenlijk wel handig, dacht ik zo. Ja, voor de rest is het natuurlijk echt Nocta. Je kan zeggen wat je wil, maar het is gewoon lekker stevig gebouwd. Het werkt goed. Hier zit dan een carbonsteeltje op. Ik geloof dat het op die andere niet zit. En ik heb hierbij een klein schoteltje. Ik weet niet of deze ook op die andere scores ken. Ik denk het haast wel. Wat staat erop? Er staat op SC24. Dus dat zal score 24 zijn. En dat houdt in dat hij dan ook op die andere scores kan. Voor dit soort trapveldjes waar heel veel troepjes liggen, is zo'n klein schoteltje best wel lekker. Voor nu, als jullie nieuwsgierig zijn naar deze metaaldetector, even de andere kant opvouwen. Als jullie nieuwsgierig zijn naar deze metaaldetector, hou mijn kanaal in de gaten, want ik ga er vast meer over vertellen en meer mee zoeken. Voor nu een aangenaam begin. Toch nog wel wat muntjes kunnen vinden op een trapveldje waar ik best vaak zoek. En vergeet niet, als je naar huis gaat, zorg dat zo'n veld weer schoon is en dat alle gaatjes dicht zijn en dat mensen niet meer kunnen zien dat je geweest bent. En dat hoeft echt niet heel secuur, want die kleine beetje grondjes die hiernaast liggen, die regenen wel weg. Maar zorg dat in ieder geval dit netjes aangetrapt is en dat de voetballers er geen last meer van hebben. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.